Ja, als u uw tuin nou wilt veranderen in een 5-sterren restaurant, dan kan dat tegenwoordig. Je kunt niet alleen zaden voeren, maar ook dierlijke eiwitten, allerlei wormpjes. En juist in het voorjaar, dan hebben die vogels heel veel van die dierlijke eiwitten nodig. En ook die jongen, die groeien daardoor als kool. En dat is een ruime keuze eigenlijk, een prachtig menu. Wat dacht u van deze meelwormen? En die hebben een heel slim systeem gemaakt, die doe je zo hierin. En dan leven de meelwormen, doe je dit er overheen. Dan kunnen de grote vogels het niet achter elkaar leeg snoepen. En dat kun je er zo ophangen. Dit zijn buffalo-wormpjes. Hele kleintjes, onweerstaanbaar voor vogels. Die kun je hier zo inkieperen zo. En dan doe je dekseltje een beetje naar beneden. Dan kunnen er alleen de kleine vogels in. En dan hang je hem op. En dan heb je hier ook nog een lekkernij. Dat zijn wasmotjes. Het lijkt een beetje maden. Nou, die kun je in zo'n glad bakje doen, dan kunnen ze daar niet uitkruipen. Zo kun je een heel menu samenstellen. En als je al die wriemelbeestjes een beetje eng vindt, dan neem je toch gewoon gedroogde meelwormen. Kun je er ook nog een beetje in het water doen, dat is wel eens een beetje op. En dat vinden vogels ook heerlijk. En het is zelfs zo, als je het op je hand doet en je gaat elke dag op een vaste tijd naar buiten, heb je kans dat het roodbosjes uit je hand komt.